Goeiedag, Telegraaf Vandaag van maandag 30 november. De dag dat de zus van Willem Holleder getuigt tegen haar broer. Astrid Holleder werd verhoord in het passageproces. Dat gaat over 7 liquidaties in de onderwereld. Verslaggever Saskia Belleman was in de rechtszaal vandaag. Saskia, het was een emotioneel verhaal, hè? Ja, het was een heel emotioneel verhaal. Astrid Holleder is advocaat in het dagelijks leven. Maar is door haar broer, zo vertelde zij, dat eigenlijk al die jaren lang ook ingezet als een soort persoonlijk juridisch raadgever voor hem. Willem Holleder was extreem achterdochtig en vroeg iedere keer aan haar van, denk je dat ik vanavond thuis kan slapen? Denk je dat wat hij heeft verklaard belastend voor mij kan zijn? Het ging kortom altijd over hem. Wat er ook gebeurde, het ging altijd over hem. Maar ja, tegelijkertijd zegt Astrid Holleder, het is wel mijn broer. En dat verraad aan hem, door nu over hem te verklaren, over alles wat hij heeft gedaan en alles wat hij heeft gezegd, dat valt er zwaar. Ja, wat voor beeld komt er nou eigenlijk naar voren over Willem Holleder? Nou ja, het maakt wel voorgoed een einde aan het beeld van de knuffelcrimineel, als dat überhaupt nog bestond. Willem Holleder was gewoon een man die eigenlijk alles en iedereen in zijn omgeving inzette voor zijn eigen doelen. Zijn zus omschreef het als, hij poonde je in, hij zoog je leeg. En als hij geen doel meer voor je had, dan gooide hij je weg. En ze zei ook, hij had eigenlijk geen vrienden, hij had alleen maar potentiële slachtoffers. Dat is het beeld dat ze van hem schetste. Saskia, ze loopt natuurlijk een enorm risico door over haar broer te getuigen. Waarom heeft ze besloten dat te doen? Het is een enorm risico, ja. Ze heeft eigenlijk gezegd dat ze dat deed om hem te stoppen. Omdat ze zei, van, ja, hij zou niet stoppen, hij is ongekend bloeddorstig. Hij zou gewoon zijn doorgegaan met zijn praktijken en met zijn liquidaties. En dat wilde ze voorkomen. Nou is het inderdaad een enorm risico voor haar. En ze heeft zelfs nog een extra risico genomen. Door niet alleen over hem te verklaren, maar ook over gesprekken met hem op te nemen. Nou, en ze zei zelf vandaag in de rechtszaal, als hij dat had ontdekt, dan had hij met de plekken doodgeslagen. En het was best een groot risico dat het werd ontdekt. Omdat kennelijk Willem Holleder voor gewoonte had om regelmatig zijn zus te fouilleren. En ook haar huis te onderzoeken. Zo wantrouwig was hij. Ja, en als hij bij zo'n gelegenheid die opnameapparatuur zou hebben ontdekt, dan had hij hier misschien niet gezeten, zei ze. Saskia Belleman, dankjewel. Tot zover Telegraaf Vandaag. Meer nieuws en filmpjes op onze site. Dag.